Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe video van Roots. Mijn naam is Marije Zuidenvaart en vandaag ga ik een jong leerbal maken. En jullie dus ook laten zien hoe je dat moet doen. Wat hebben we allemaal nodig? Ik heb nodig een plastic zakje, een boterhamzakje. Een schaar. Per bal 2 ballonnen. 100 gram rijst per bal. Een bakje om de rijst in af te wegen. En een weegschaal om de rijst mee af te wegen. Dus dat betekent dat als ik 3 jong leerballen wil maken, dan heb ik natuurlijk 3 plastic zakjes nodig en 6 ballonnen enzovoort enzovoort. Goed, ik begin met het afwegen van de rijst. Ik zet het bakje erop, dan doe ik daarna de weegschaal aan. Dan gaat hij, als het goed is, met het gewicht van het bakje op 0. Dus dan kan ik gewoon doorschenken tot 100 gram. Yes, 100. Dan pak ik het plastic zakje erbij. En dan giet ik de rijst in het plastic zakje. Dan schud ik het naar één kant. En dan doe ik even de lucht eruit, zodat het echt alleen maar rijst is. En dan draai ik het zo dicht. Het overgebleven gedeelte van de plastic vouw ik er opnieuw omheen. Hoppakee. Doe ik weer even de lucht eruit. En dan draai ik weer zo de plastic aan. En dan knip ik hem even af, niet al te dicht bij het balletje, want het is de bedoeling dat dat gedraaide gedeelte in elkaar blijft zitten. Ik leg hem even omgekeerd neer, zodat het goed in elkaar blijft zitten. Dan pak ik mijn ballon. En dan snij ik het, of dan knip ik het mondstuk van het ballon af. Van de ballon af. Nou. Vervolgens rek ik hem een beetje op. Zo. En de bedoeling is dat ik hem zo meteen over het zakje rijst ga doen. Dus ik keer snel het zakje om. En hoppakee, ik ga mijn ballon eroverheen. Het is een beetje geklooi. Maar het ziet er lastiger uit dan het is. Als je ermee bezig bent, dan voel je eigenlijk meteen al, oh ja, dat gaat wel lukken. Dus dan is het gewoon een kwestie van een beetje trekken en duwen linksom en rechtsom. Ja, nou, nu zijn we al een heel eind, maar nu zit er nog wel een toetje aan. En dat ga ik eraf knippen. Dus dat betekent dat ik hem iets uitrek. Neem ik hem tussen mijn vingers. En dan knip ik hem vlak bij de bal af. Nou, dan zie je, er zit een gat in. Dus daar is die tweede ballon voor. Daar knip ik ook het mondje vanaf, mondstukje vanaf. Ook een beetje oprekken. En hoppakee, over het gaatje heen. Moeilijk. Yes, daar is die. En ook nu rek ik hem even een stukje op. Knippen. En dan heb ik een blauwe jong leerbal met een rond rondje. Een rood rondje. Maar ik vind het zelf leuker om ze in één kleur te maken. Ik weet niet waarom, vind ik gewoon mooier. Maar dan moet je gewoon precies doen zoals je het zelf leuk vindt. Nou, hij is klaar. Wat is nou het voordeel van deze jong leerbal? Want je hebt natuurlijk ook tennisballen en kaatsenballen. Waarom maak je nou speciaal zo'n jong leerbal? Nou, dat is omdat doordat er rijst in zit, als je hem laat vallen, blijft hij liggen waar hij ligt. Kijk maar. Zie je het goed? Ik weet niet. Hmm.
Dat zagen jullie goed. Dus dat betekent dat als je aan het leren jong leren bent, dan valt er natuurlijk de hele tijd een balletje. Of één of twee of alle drie zelfs. Dat is wel fijn als je er niet voortdurend achteraan hoeft te rennen. Dus deze ballen blijven gewoon voor je voeten liggen. Je kan ze weer oprapen en hoppakee, je gaat weer verder. Oh, er waait iets weg. Hop. Dus dat is het voordeel van deze. Nou, wat heeft het gaantje nou gekost? Die zak ballonnen die kostte 1 euro. Er zaten er denk ik 10 in. Een doosje plastic boterhamzakjes kostte ook 1 euro. Allebei bij de Zeeman. En deze zak rijst, nou dat weet ik niet precies, maar ik gok 1,50. En hier zit een kilo rijst in. Dus daar kan je 10 jongleerballen mee maken. Dus laten we zeggen dat je voor 3,50 10 jongleerballen kan maken. Nou, 10 heb je natuurlijk niks aan, want je hebt er maar 3 nodig. Maar bij wijze van spreken. In het volgende filmpje ga ik jullie uitleggen hoe je jezelf kunt aanleren om te jongleren. Dus hoe je dat kan oefenen en hoe je dat opbouwt. En hoe je dus op enig moment gewoon kan jongleren. Dit was het in ieder geval voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer.